Bij deze brug op de Horen in Andijk kwamen zaterdagnacht om 2 uur Frank Abbekerk en Emiel Tentse om het leven. De Bloemenzee laat zien dat het verlies van de 17- en 18-jarige jongens hard is aangekomen in het West-Friese dorp. Het was dan ook erg druk bij de uitvaart in de gereformeerde kerk. De overleden jongens werden verwelkomd door hun vrienden die een erehaag vormden. Honderden dorpsgenoten waren naar de uitvaartdienst gekomen. Na de kerkdienst zijn Emiel Tentse en Frank Abbekerk begraven op de Oosterbegraafplaats in Andijk.